Robin van Persie was tegen Bolton opnieuw belangrijk voor Arsenal. Op zijn aangeven maakte Niklas Bentner de enige goal van de wedstrijd. Bij Bolton mocht Mustafa Riga vlak voor rust invallen. Leuk voor hem, maar helaas. In de tweede helft werd hij er ook weer afgehaald. Niet Robbie Keane of Fernando Torres, maar Dirk Kuyt was tegen Stoke City de aanvalsleider van Liverpool. Hij en zijn collega's wisten echter niet te scoren, waardoor Liverpool bleef steken op 0-0. De ploeg van Edwin van der Sar, Manchester United, profiteerde optimaal door zonder al te veel moeite met 3-0 te winnen van Chelsea. Van der Sar hield voor de 8e keer op rij de 0 in de Premier League. Aanvoerder Mario Melchiot won met Wigan thuis van Tottenham Hotspur. De 1-0 overwinning was alweer de 4e zege op rij voor Wigan. Ook zonder Nederlanders leed West Bromwich Albion een nederlaag. Aston Villa won de derby met 2-1. Clarence Seedorf kreeg in de topper tussen Roma en Milan een gele kaart. Het duel dat in het teken stond van het debuut van David Beckham eindigde in 2-2. Met Boudewijn Zende, hier als aangever, won Olympique Marseille met 2-0 bij Auxerre. Marseille staat nu 4e. Antoine van der Linden leed met Maritimo een nederlaag in Lissabon. Sporting won met 2-0. Hedwiges Maduro viel vlak na rust in thuis tegen Villarreal. In een boeiend duel kwam Valencia twee keer op voorsprong, maar het werd uiteindelijk 3-3. Arjen Robben is in vorm en liet dat ook zien tegen Mallorca met onder meer deze goal. Real, met ook Sneijder in de basis en Huntelaar en Van der Vaart als invallers, won met 0-3. En dat is de 3e overwinning op rij.